Ja, het gaat over jezelf zijn, authentiek profileren en netwerken. Blijf jezelf. Je bent goed zoals je bent. En dan het profileren en netwerken, dat gaat vanzelf. Want als je jezelf laat zien, dan zien anderen jou ook. En dat, zo bouw je je netwerk ook op of verder uit. Dat mensen zeggen van, oh, ik kan hem vertrouwen. Ik weet, die is gewoon eerlijk. Die is zichzelf. Dat heb ik ook geleerd. Maar misschien niet tijdens de training. Het was de periode daarna. Het is bijna alsof de bal teruggekaatst wordt naar ons. Dus niet alleen maar vertellen, maar ja, luisteren naar wat wij te zeggen hebben. En iedereen heeft een ander verhaal. Ik denk dat de trainers hebben heel veel verschillende type mensen meegemaakt. En dit is een soort maatwerk. Het is niet iedereen krijgt dezelfde oplossing. Zij helpen jou op weg te komen. Wat ik meeneem is meer vragen stellen aan mijn team om ze beter te leren kennen. En ook om ze verder te helpen met hun eigen ontwikkeling.